zit ook vaak in Friesland en daar zit ik graag op een bootje te dobberen. En dat geeft mij toch altijd een bepaalde emotie, een bepaalde gevoelens eigenlijk die ik dan op mijn manier verwerk. Dus ja, als ik bijvoorbeeld in Portugal was grootgebracht, misschien waren er ook hele andere dingen dus ontstaan. Mm-hmm. Maar ik ben echt een ja, echte Hollandse jongen, zo gezegd. Zoals veroorzaakt van in verbeeldende optreden gewichtloosheid. Dus mijn beelden hebben af en toe ook een iets gewichtloosheid, iets zwevends eigenlijk. Dus ook soms het onmogelijk wat je dus wilt bereiken. In het geval als iemand dat nog een keer wil lezen op zijn gemak. Dat is mijn streven als het me financieel allemaal een beetje meegaat. Hoop ik het ook op het eind van het jaar wat klaar te krijgen. Zo. Maar Hessel, heb je dan eind van het jaar een presentatie van je werk? Nee. Want die doen veel voor kunstenaars. Dat dacht ik ook niet op. Maar ja, die NBKS verandert, hè? Ja, ja. Is niet zo dat die mensen die toen werkten, nu dan nog werken? Eigenlijk wel. Maar, nee, dat was. Ik heb dat heel verhaal en zei, ja, bekijk het maar. Ja. We kunnen niks voor jou betekenen. Ik denk ook van ja, goed klaar. Ja. Dan kunnen we op een ander moment misschien ook zo. Ja, ik ben er even een tijdje mee opgehouden, want dat verhaal heb ik verteld en dan zal ik het niet meer weten. Dat moet normaal. Normaal, als het een beetje normaal is, dan zit je aan het trainen. Ja, en dan wel een ja, ik ben ook blij. Als je zoiets weer van zijn sokken af moet zetten in de taak, dan denk ik dat hij helemaal optilt. Die werkt weer gewoon. Zo, ja, je kan het eigenlijk niet. Je moet dan niet herhalen. Eigenlijk is het meest. Oh, je doet het zelf. Daar ben ik goed in, daar ben ik slecht in. Wat kan het zelf wat doen? Ja, dat is allerlei leuke inkijkjes. Ja, dat heeft toch een stuk in het belangrijk. En dan de tijd van morgen. Dit is wel. Ja, moet allemaal uitgeknipt weer. Ja. 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 Ja